Het college van burgemeester en wethouders van Helmond is gevallen. Dat gebeurde nadat de gecombineerde fractie van SDLH, D66, Helmondse Belangen de steun voor het college introk. Aanleiding is het voornemen van wethouder Peter Tielemans om te vertrekken. Hij lag onder vuur sinds bekend werd dat hij de afgelopen jaren ruim 100 taxiritten van en naar cafés maakte. En de gemeente draaide op voor de kosten. De meerderheid van het college nam gisteren openlijk afstand van dit gedrag. En aan de telefoon heb ik wethouder, demissionair wethouder Jan van den Heuvel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er was geen basis meer om verder te werken met dit college? Nee, gisteren heb ik de vergadering van het college die plaatsvond gistermiddag om 3 uur niet bij kunnen wonen. Omdat ik als cultuurwethouder aanwezig was bij Jazz in Ketstown. Daarbij werd ik gesommeerd om toch te verschijnen. Ik heb vervolgens verzocht om de collegevergadering de volgende ochtend te laten plaatsvinden. Dus vanochtend, om maandagmorgen. Dat werd niet geaccepteerd. Omdat ik vind dat een collega de kans moet krijgen zich te verdedigen. En eventueel te laten onderzoeken door een onafhankelijke commissie. Of dat declaratiegedrag wat hij vertoond heeft, of dat legitiem is geweest of niet legitiem is geweest. Ja goed, maar uw collega's waren het daar dus niet mee eens en hebben gisteren al besloten dat er geen basis meer was? Ja, zonder een gesprek aan te gaan, zonder tegemoet te komen aan de vraag die door mij gesteld is, hem direct via een publieke persverklaring laten vallen. En ik vind dat je dat als collega's niet met elkaar doet. Ja, ik begrijp, het zit u hoog, hè? Het zit mij zeer hoog, ja. Ja. Goed, dat is nou gisteren besloten. Het college is gevallen. Wat nu verder? Door de voorzitter van de raad is morgenavond de raadsvergadering, bijzondere raadsvergadering, ingeroepen. Ja, en daar zal blijken wat er nu vervolgens gaat gebeuren. Okay. Dat is nog niet te voorspellen. Oké, we gaan het volgen. Demissionair wethouder Jan van den Heuvel, dank u wel voor uw reactie alvast. Graag gedaan.